Heroes Place wordt gedomineerd door bedrog en verwarrende relaties. Na de reclame. Ongeveer 6-7 jaar terug dat ik voor het laatste presentatie heb gehouden. Ja, en dan moet het weer. Dan ben je bang dat je het gewoon kwijt bent. Daar word je onzeker van. En normaal gesproken voel je dat je zweet. Maar met Dove blijf je er droog bij. Heel fris de hele dag. Alleen Dove biedt je de meest effectieve ingrediënten om transpiratie te reguleren. En bovendien een kwart hydraterende crème om je huid te verzorgen. Ik zou een presentatie doen voor de klas. Knalrood hoofd, zwetend, niet uit je woorden komen. Dat is het meest enge scenario wat je kunt bedenken. Dat was nu niet zo. Maar ik voelde me echt wonderbaarlijk goed. Zo'n Kees een vriendnachtje met vreemde gevolgen. Jij vannacht uitgespookt. Er gebeuren mysterieuze dingen in Huize Vlodder en vooral Johnny heeft daar problemen mee. Kees, jij luistert tenminste naar je moeder. Kunnen ze iemand als jou gebruiken binnen de organisatie? Weet u dat nou echt? Jou niet. Johnny, houd dus mee op. Allemachtig, wat een fans, hè? Kees? Door onverklaarbare machten is Kees veranderd in een echte held. Morgenavond in Vlodder. Wano Apes and Prodigy. Smack my bitch up. Get on board with Jamiroquai. I'm going deeper underground. Urban Dance Squad and Faithless. Skaters Paradise. Get it! Vorige week in Onderweg naar Morgen. Wat is het? Sst. Ik meen het. Ik bel de politie en dan geef ik jullie aan wegens illegaal kunstbezit. En dan zit je 3 jaar vast. Allebei. Lize, luister, ik doe mijn best, maar het lukt gewoon niet. Kraak hem dan, doe iets. Wacht. Maakt me niet uit, maar ik wil het geld. Wacht. Babette en Tycho hebben zich aardig wat problemen op de hals gehaald door Lize in de val te lokken. Maar zij geeft zich niet zomaar gewonnen. Onderweg naar Morgen. Iedere werkdag. Bij Veronica. No hole in the ceiling. Well, we know foreplay didn't begin on the roof this time. Oh, that's insulting. Very insulting. No, what's insulting is what I think you two were doing in the closet. Excuse me, I don't owe you an explanation.